Kijk nou toch eens. Wat een dappere ridder. De hofmaarschalk van koning Arthur, heer Keije, die altijd en eeuwig met iedereen de spot dreef, was met uitgestoken wijsvinger naar voren gedrongen tot bij de troon. Wat draagt hij een fraaie helm en wat is hij handig met zijn schild en zwaard. Alle ridders in de grote zaal keken lachend naar Verguut. Die boerenzoon was heel lomp en tegen alle regels van de hoofdstad in, met paard en al bijna de ridderzaal binnengereden en had de koning gegroet. Toen Arthur vroeg wie die was, waar die vandaan kwam en wat die wilde, had hij geantwoord dat hij, Verguut, zo vreselijk graag Arthurs ridder wilde worden. Verguut, de ridder met het witte schild, is een Arthur-roman. Een roman over koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel. In het Nederlands verschenen voor het eerst in de 13e eeuw. Het blijkt ook een jeugdboek te zijn. Het blijkt een heel leuk jeugdboek te zijn. Dat wist ik niet. Ik weet eigenlijk niet of iemand dat besefte. Totdat John Rabau voorbij kwam. John Rabau is een illustrator. Hij heeft heel lang gewerkt voor het Land van Ooit. Dat was een sprookjespark. Maar hij heeft kennelijk ook heel erg lang de ambitie, de zin gehad om dat verhaal van Verguut nu eens een keer te illustreren. Er bestaat in het Nederlands maar één manuscript van en dat manuscript is niet geïllustreerd, behalve de allereerste letter. Hij wilde dat nu eens een keer helemaal doen. Bovendien had hij het hele slimme idee om Ingrid Biesheuvel te vragen om de tekst na te vertellen. Ingrid Biesheuvel kennen we, dat is een medieviste, iemand die gespecialiseerd is in de middel-Nederlandse letterkunde, maar die bovendien een aantal jaar geleden al eerder een boek heeft uitgegeven met navertelde koning Arthur verhalen. En die twee dingen samen, tekst en illustraties, die leveren samen echt een prachtig, een heerlijk, zalig, verrukkelijk, geweldig, mooi jeugdboek op. Een boek voor de jeugd. Het gaat over een jongen, een boerenjongen die opeens ridder wil worden omdat hij Arthur in de verte ziet. Hij wil het ook. Hij wil ook ridder worden van de Ronde Tafel. Daarvoor moet hij allerlei onmogelijke opdrachten uitvoeren. Hij voert ze uit, hoe onmogelijk ze ook zijn. Hij leert ondertussen de liefde kennen. Wat wil je nog meer? Het enige wat je nog zou willen is om dat ook allemaal nog te kunnen zien. En dat kan met dit prachtige boek. Ik geef hieronder een link van waar je het boek kunt bestellen. Van harte aanbevolen. Maar, zoals altijd, kon Keije zijn mond niet houden. Ik zie wel aan u dat u een echte koninklijke raadsheer bent, zei hij plagend. Dat komt goed uit, want we zitten toevallig net zonder. Onze hofnar zei pas geleden nog dat er hier een ridder zou verschijnen die het zou wagen naar de zwarte rots te gaan. Hij zou er de hoofdsluier en de hoorn gaan veroveren die daar om de hals van een leeuw hangen. Ze worden bewaakt door de zwarte ridder. Nog nooit is het iemand gelukt die sluier en hoorn te pakken te krijgen. Majesteit, neem deze dappere held toch in dienst. Dan kan hij morgen vroeg naar de zwarte rots gaan, de sluier en de hoorn buitmaken en meteen die kwaadaardige zwarte ridder voor u gevangen nemen. Heer Walewijn, de voortreffelijkste ridder van de Ronde Tafel, stikte bijna van woede. Hij had wel gezien dat Verguut niet zo goed wist hoe het allemaal hoorde. Heer Keije, beet hij de hofmaarschalk toe. Wat bent u toch een venijnige kletsmajoor. Als u deze knaap hier niet had kunnen beledigen, was u ter plaatse gebarsten. Zo probeerde Walewijn Verguut in bescherming te nemen, maar die had Keijers woorden heel goed begrepen en voelde zich diep
beledigd.